Op zondag 24 september organiseert de Pluk in Peren Festival. Pluk wil de openbare fruitboomgaarden rondom de stad weer dichter bij de mensen brengen. Op een prachtige locatie aan de Geleenbeek in Münstergeleen werd een volgende stap gezet dit doel te verwezenlijken. Wow, dat ruikt lekker. Puur fruit. Zit je aan doen? Schroom en stoken. Wel op een hele ouderwetse manier, geloof ik, hè? Ja, wie het vroeger deed, weliswaar met een angerapparaat, maar met hout gestoken op koper. Wat voor fruit zit er eigenlijk in? Hier zit peren en appel. En het meeste peren en nog een gedeelte appel voor het soerige erin te krijgen, ja. En hoe lang duurt dit? Ik ben vrijdagavond van Elbegoos met 100 kilo fruit gaan te koken. En gisteren heb ik al gepeerst, maar normaal gesproken doe ik het ongeveer vandaag over. Ja, dat dan van fruit tot schroop. Ganse fruit gaat erin en dat wordt dan gaar gekookt en gepeerst. En dan blijven de schellen en de steeltjes blijven over in de pers. En het saap, dat zit gereden. En wie voor blikken hebben we dan? Dan heb ik een 30 putjes. Een kilo of 10, dus zeg maar een procent of 10 wat overblijft. Maar wat is nu eigenlijk de link tussen Natuurmonumenten Limburg en dit Perenfestival? Ik stond namelijk in een wei van Natuurmonumenten. En daarmee stonden ze ook hier met in de stand om zichtbaar te zijn als Natuurmonumenten. En hier vlakbij is de Geleenbeek. Dit is ook pas ingericht. Ja, dan kunnen jullie ook zien wat er allemaal gedaan wordt door Natuurmonumenten. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. Veel mensen vragen of ik een paardenfluisteraar ben. Maar dat ben ik niet. Een paardencoach, in mijn ogen een goede paardencoach, faciliteert een omgeving samen met het paard waar iemand kan leren over zichzelf. En hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, een paard, zoals je weet, is een heel gevoelig dier. En voor zijn overleving is hij afhankelijk van vluchten, vluchtgedrag. Dus een paard is continu afgestemd op wat er in de omgeving om zich heen gebeurt. Die gevoeligheid maakt dat hij bijvoorbeeld non-verbale communicatie, spanning, veranderingen in energie heel goed kan waarnemen. En als iemand bijvoorbeeld heel zelfverzekerd zegt van kom maar op met dat paard, ik doe dat wel even, maar eigenlijk heel onzeker is, zal het paard daarop reageren. En die reactie is heel eerlijk, zonder oordeel en raakt daarmee het onbewuste, zodat die persoon kan gaan denken van, dat doe ik wel even. Eigenlijk voel ik me wel een beetje onzeker en dat is wat het paard spiegelt. Was in rouw, met zonnige vloot, als geen vertrouwst, ins gegenteil verkeer. Door die Schnabel, deine sanftmütige Güte, stolz, das Leben ist nicht fair.